bischof Benno Dresden. Von South Korea, religious sisters at Notre Dame in June. Vind je het mooi om hier te zitten, Anneke? Het is geweldig om hier met zoveel mensen te zijn. Dicht bij onze wereldkerk. Ik ben minder opgewonden omdat wij nu de paus gaan zien. Het zal een geweldige beleving zijn als je Obama ziet. En zo in die orde vind ik het ook leuk om de paus te zien. Ik hoop niet dat mensen hem zo vereren. Dat voel ik soms een beetje. Dat zou ik de waanzin van ons geloof vinden. En wat doet het met je dat je met zoveel mensen op één plein zit? Het is natuurlijk uniek dat één man zoveel mensen bij elkaar kan roepen. Ik denk dat menige voetbalclub jaloers zal worden en andere organisaties. Om op zo'n eenvoudige wijze, zonder entree, dit te kunnen bereiken. Uniek. Wat zou hij nu aan het doen zijn, de paus, denk je? Nou, het is half... Ik denk niet dat hij aan het scheren is nog. En ik kijk stiekem door een gordijntje naar buiten, waar al die mensen, al die mafkezen, op hem zitten te wachten. Jij stond er goed bij. Ja. Ja, ik stond er heel Jan dicht bij. Jan kon het bijna aanraken. Ik denk, nou, ik had mijn camera klaar. Heb ik hem vergeten aan te zetten soms. Het menos in ducas in tentationem. Sed liberanos a malo. Waarom ga je op bedevaart? Omdat je in Nederland soms met de leegloop van de kerken voelt dat je een eenzaam ras bent. Maar als je hier weer bent, dit is natuurlijk het centrum van onze kerk. Ja, dat is heerlijk. Dat is onder ons zijn, zeg maar. En die prachtige eucharistievieringen met heel veel heren. En dat voelt als een soort extraatje in deze rijke cultuur van het Roomse leven. Dat is prachtig. Wat kunnen protestanten en katholieken van elkaar leren? De liefde van Jezus en dat we die dan ook echt voor ogen houden en in ons hart meedragen voor elkaar. En wat zou er nou toch mooier zijn als we dus zo ver zouden kunnen komen dat er inderdaad op een gegeven moment op het Sint-Pietersplein protestanten zowel als Rooms-Katholieken zouden staan en dat daar een paus zou staan met predikanten. Dat is toch geweldig? Een bedevaart is niet saai. Het is een goede afwisseling van mooie momenten in de stad. Maar ook het kunnen bezinnen, het kunnen nadenken. Ik heb veel aan mijn moeder gedacht. Zij is dit jaar overleden en zij was een hele gelovige vrouw. En ik heb regelmatig aan haar gedacht, aan de momenten die ik met haar doorgebracht heb. We zijn ook samen wel eens naar Kevelaar geweest op haar verzoek. Maar nu heb ik het zelfstandig gedaan en het heeft me een heel goed gevoel gegeven.